Hallo jongens en meisjes, ik richt me speciaal tot jullie. Kinderen uit groep 7 uit Haarlem en meer. We hebben een zwaar jaar achter de rug. Voor jullie, wat jullie thuis moesten blijven en thuis moesten leren, maar ook voor jullie ouders die ook thuis moesten blijven om jullie te helpen, en voor jullie juffen en meesters, het was een zwaar jaar. En we hebben ontzettend behoefte om weer positieve dingen te gaan doen. En daarvoor hebben we een kinderburgemeester nodig. En wij gaan samen kijken hoe we een kinderburgemeester kunnen vinden. Een kinderburgemeester helpt mij, de burgemeester, of een van onze wethouders, mee bij speciale activiteiten. En uh, gaat mee als we naar kinderen gaan, maar luistert ook wat kinderen nodig hebben. En dat is juist in deze tijd heel belangrijk. Dus wij gaan vandaag kijken hoe jij kinderburgemeester van Haarlemmermeer kunt worden, en dat doen we samen met een paar kinderburgemeesters die het al eerder waren. En naast mij zit Merel. Merel, jij was de allereerste kinderburgemeester. Uh, wanneer was dat? Uh, ja, ik ben gekozen in april 2017 tijdens de dag van de kinderaad. En Merel, weet jij nog precies waarom jij destijds tot kinderburgemeester bent gekozen? Ik denk dat ik vooral gekozen werd omdat ik het heel erg leuk vond om te doen. Dus ik had veel motivatie en ik vond het niet heel spannend om voor een grote groep te praten. Dus uh, ja, ik denk dat dat zeker wel hielp. Nou, is het alweer een tijdje geleden, maar weet je nog wat je allemaal gedaan hebt dat jaar? Ik vond de Nationale Boomfeestdag heel leuk. Toen mocht ik zelf een boom planten. En ik heb ook wel eens een belangrijk document ondertekend namens alle kinderen. Als kinderburgemeester vertegenwoordig je alle basisschoolleerlingen van Haarlemmermeer. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het heel erg leuk om vooral betrokken te zijn bij ook kinderzaken. Um, en ook om in plaats van met de burgemeester veel met de wethouders uh, publieke optredens te doen. En voor ik het wist, was het jaar eigenlijk alweer voorbij. Ja, dat is goed dat je het zegt, want. Kinderburgemeester word je voor één jaar en jouw opvolgster die zit hier, Julia Pieters, jij werd in april 2018 gekozen. Kun je dat nog herinneren? Jazeker, ik vond het heel bijzonder deze kans te krijgen en helemaal dat ik uiteindelijk gekozen ben. Daar heb je natuurlijk bijgedragen een heleboel optredens. Kun je nog iets herinneren? Kun je iets noemen? Ja, het was een heel leuk en afwisselend jaar. Ik heb heel veel gedaan. Maar hetgeen wat me nog het meeste bijstaat. was de dag van de kinderburgemeester. en de Nationale Boomfeestdag. Bij het laatste evenement waren allerlei bijzondere mensen. ook ministers. En uh, op deze dag werd er een Kinderklimaatdeal opgezet. die dezelfde dag nog door meneer Nijpels ondertekend moest worden. Dat vond ik echt bijzonder. Ja, als we naar de foto's kijken, dat ziet er heel speciaal uit. De auto's stonden klaar. Ik mocht het persoonlijk aanbieden in Den Haag. Het jaar is omgevlogen. Voor ik het wist, moest ik de keten weer inleveren. Toen ik burgemeester werd, was Sammy de kinderburgemeester. Nou is het alweer een tijdje geleden, maar weet je nog wat je allemaal gedaan hebt dat jaar? Wat ik wel heb gedaan, is dat ik met wethouder Boy de sportdag Kids for Kids heb geopend. Toen heb ik zelf een smoothie bij elkaar getrapt op de fiets. En de landelijke dag van de kinderburgemeesters vond ik ook erg leuk. Ik mocht ook met de burgemeester naar de school in Haarlemmer-Niede, die nu 100 jaar bestond. Ja, Sammy, jij hebt het niet getroffen. In jouw jaar kwam het coronavirus en dat was voor ons allemaal heel lastig. Maar het betekende ook dat jij een aantal optredens niet mee kon en dat we ook niet echt afscheid van je hebben kunnen nemen. Dat heb je wel gedaan, maar in een heel lege raadhuis. En uh, alle raadsleden hebben digitaal naar jouw afscheid gekeken. Ja, ik zei al het was een naar jaar met die corona, maar we kijken vol vertrouwen naar het nieuwe jaar en we willen weer een kinderburgemeester en we willen jou als kinderburgemeester. En wat moet je daarvoor doen? Nou, je moet een filmpje maken waarin je jezelf introduceert of presenteert laat, maar zien wie je bent. En dat stuur je voor 4 juni aan kinderburgemeester@haarlememeer.nl en denk erom, het mag niet langer dan één minuut duren en uh, zeg ook je naam en je adres en je telefoonnummer in de mail, dan kunnen we contact met je opnemen. We zien graag een heleboel filmpjes van jullie. Echt doen hoor, het is superleuk. Maak er wat moois van. We zijn heel benieuwd.